snap dat sommige mensen vooroordelen kunnen hebben. En op deze manier maak je het heel erg open. Positieve reacties waren er vanmiddag in Almere Stad te horen op de actie Ik ben een moslim, ask me anything. Vier moslims gingen in het centrum in gesprek met Almeerders. Wij willen graag met mensen het gesprek voeren over de islam en openstaan voor alle vragen die er zijn. Wij willen ze graag vertellen wat ons geloof ons leert, zodat zij een goed beeld hebben van wat de islam is. Maar dat is toch vaak een beeld van sharia en jihad, aanslagen en geweld. Ze zijn conservatief en vrouwen moeten een hoofddoek dragen. Nou kijk, daarom doen we onder andere ook deze actie. We willen die angst juist wegnemen bij mensen door met ze in gesprek te gaan, door een dialoog te voeren, door te focussen op onze overeenstemming in plaats van onze verschillen en door op die manier samen met elkaar op te trekken. Oké, nou het is wel heel interessant. Ja hoor, het zijn wel mensen die denk ik wel willen weten bepaalde dingen van de moslim. U zelf niet? Nee, ik niet. Ik heb gewoon mijn eigen ding. Welk beeld heeft u ervan, van moslims? Ik heb geen beeld van moslims. Als u angsten heeft, als u met bepaalde dingen zit, kom naar ons toe. Onze moskeeën staan open. Onze imams staan klaar om alle vragen te beantwoorden. Wij staan nu zelfs op straat om vragen te beantwoorden. Dus kom naar ons toe en wij vertellen u ons graag meer over wat u ziet in het nieuws. Kashif Akmal is van een gematigde stroming, de Ahmadiyya's. Ze hebben net een moskee geopend in Almere Poort. Ze zijn tegen geweld en spreken zich daar ook regelmatig over uit. Maar het is ook een kleine groep. Het gaat niet altijd om aantallen. Het gaat om de kracht van jouw boodschap. En als jouw boodschap krachtig is, dan zal het zeker effect hebben. Dus wij zijn er absoluut van overtuigd dat onze actie effect heeft. En wij zullen ons best blijven doen om het dialoog aan te gaan met mensen. En wij denken zeker dat het effect zal hebben. Eerlijk gezegd, nee. Ik denk het niet. Nee. Maar ik wens je wel heel veel succes. Safir Siddiqui, imam van de moskee in Almere Poort, krijgt positieve reacties. Ook over zijn aparte hoofddeksel. Het is een hoed of in het Urdu een toppie. En ik heb een compliment gehad dat het een hele mooie is.